Nou, jij hebt er vast zin in gekregen. Je mag kaas. We gaan nog even door op dit thema. Ja. Niet nogmaals omdat we nou al in iets lofje willen spelen, maar gewoon omdat het lekker makkelijk is. En we een aantal zeer lieftallige vrijgezelle dames bereid hebben gevonden om hier vanavond aanwezig te zijn. Ja. En waarom? Nou, omdat Jaap de Groot direct hier plaatsneemt op deze kruk. En hij in de gelegenheid zou willen zijn om deze dames beter te leren kennen. En misschien is het handig als je hier in het midden gaat staan en Jaap dan maar meteen aankondigt. Dan doen we net alsof dat het begin is of zo van het programmaatje of het onderdeel. Oké. Nou, succes. Ja. Mag ik met een applausje dat hebben? Kan dat? Goedenavond. Welkom bij de Single Bar. Mijn naam is John Williams en er zitten weer drie single dames of ladies. Stel je even voor. Ik ben Steffi. Jij bent Steffi. Steffi Merks, als goed Merker, ja. Sorry, Merker. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 27. Single natuurlijk. Single uiteraard. Hoe lang al? Twee jaartjes, ja. Oké. De volgende is Astrid. Jij bent Astrid. Ja, Astrid Valk. Vertel me even, waar kom je vandaan? Wie ben je? Nou, ik ben Astrid. Ik kom uit Delft. En... Ja, verkoop jezelf. Ja. Nou, ik ben... Oké. Goede spanningen. Astrid komt zo meteen. Klaar. Frederik van Riesen. Ja, dat ben ik. Je bent allerlaatste. Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Ik ben 21 en ik kom ook uit Delft. Je studeert? Cultureel maatschappelijke vorming. Oké, jij vindt het ook net zo spannend als ik het vind? Waarschijnlijk wel. Ja, precies. Nou, er komt een hele knappe single voor jullie hier. Mag je even stoppen? Ja hoor. Op de ik weet niet hoe jullie dat zelf voelen. Of hoe de anderen voelen. Ik heb een beetje een... gesprek met de dokter idee. Kijk, het gaat om drie verschillende dingen. Ten eerste, de dames die hier zitten en de kijker. Ja. Jij gaat zorgen dat de kijker hen leuk vindt. Dus op de een of andere manier moet je een soort sympathie aan de dag leggen. En een soort interesse. Mm. Waardoor zij als vanzelf het leuk vinden om jou te vertellen wat zij doen. Maar weet je wat mijn probleem was? Ja. Waarom ik aan het zoeken was? Ik wist nog niet wie was. Dus ik was nog bezig met namen. En dan... ben ik er te veel met iets bezig wat eigenlijk voor mij even een detail is, maar nou ja, wel te veel tijd in beslag neemt. Maar op dat moment, zij weten als geen ander hoe ze zelf heten, dus dan... Ja, dat heb je gelijk. Maar hoe moet had ik gewoon zeggen, stel je even voor, dan had ik gewoon met haar moeten beginnen. Ja. Zoals ik dat ook gedaan heb. En nou ja, waar kom je vandaan, wat doe je? Oké, punt. Snel een andere, zo. Ja, of niet. Ik hoef niet eens te weten waar ze vandaan komt of wat ze doet. Het is meer dat ze de moed hebben om in deze bar plaats te nemen. Ja. Daar gaat het op dit moment om. Ja. Ja. Laten we gewoon nog even opnieuw beginnen. Ja? Mag ik met een applausje weer? Het helpt mij ook een beetje. Oké. Goedenavond, welkom bij de Single Bar. Deze week weer drie nieuwe single ladies. Zo noem ik het maar voor het gemak. Dames, even heel snel. Stel je even voor wie je bent en dan gaan we snel door naar natuurlijk de single man. Wie ben je? Ik ben Steffi Merken. Ik kom uit Amsterdam. Goedenavond, welkom. Astrid Valk, ik kom uit Delft. En jij? Frederik van Riesen. Welkom, alle drie. Heel stoer dat jullie er zijn. Jullie zijn natuurlijk benieuwd, en mensen thuis ook, wie de single man is. Ja. En hij staat al klaar naast mij. Nou, ik ben het niet, hoor. Maar ging het nou beter? Ja, voor mijn gevoel. Ik bedoel, ik even kort even neerzetten wie ze zijn. Want daarna wil ik in het gesprek komen er wel achter wat voor kleur ze vinden, leuk vinden en dat soort dingen meer. Ja, maar ik had wel de indruk dat je toch de hele tijd aan het invullen bent. Ik weet niet precies wat je zei, maar... Nou, straks komt de single man. Jullie zitten in de single bar, maar eigenlijk wil ik het niet zo noemen. Maar zeg maar even wie je bent en dan kun je... Kijk, het is geen diepte-interview wat hier plaatsvindt. Het is gewoon een aardigheidje, maar toch, en dat is weer die combinatie... hebben jullie de guts om hier te gaan zitten, om ervoor uit te komen dat je geen vriend hebt. Dat je het best leuk vindt om een leuke jongen te ontmoeten. En dat kan er best uitkomen. En dat krijg je niet door die gemeenplaatsen. Van nou, leuk dat jullie hier zijn. Straks komt hier ook een man. Ja, dat weten ze wel, daarom zitten ze er natuurlijk. Ja, maar ik denk het uit te leggen ook gelijk voor de kijker thuis. Ja, maar die snappen dat. Okay. Dat is echt waar. Ja, nou, oké, ja. Probeer al dat geklets tussendoor nog even niet te doen. Ja. Ja? Okay, ja. Oké. Goedenavond, welkom bij de Single Bar. Ik ga aan u voorstellen, dames hier thuis en dames hier. Hier is Jaap de Groot, de single. Man. Ja,
Jaap, goedenavond. Ga zitten. Jaap. Ja. Stel je even voor, aan de dames, wacht even, ja. Open ook dat publiek thuis. Jaap, ja. Jij bent Jaap, wat zijn je kwaliteiten? Mijn kwaliteiten? Ja, vertel even wie Jaap is. Nou, ik ben Jaap de Groot. Ik studeer nog op dit moment, werk ernaast. Ik zit in mijn derde jaar. Bedrijfswetenschappen. Ben jij een billeman, een benenman, een voetenman? Billeman, zeer zeker. Een billeman, duidelijk. Oh, ja. Een vrouw moet er gewoon goed uitzien. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, ja, en billen hebben. Maar ook over hoe verzorgt ze zichzelf? Dus als voorbeeld, verzorging, haar, okselhaar knap je meteen van. Dan kom je op innerlijk uit, hè? Okselhaar? Nee. Maar ik bedoel, stel dat je op een meisje valt die heel veel okselhaar heeft of zo. Dan kan je denken van, nou, misschien is het een fantastische meid. Maar dan knap je niet meteen vanaf af. Dat zie je niet gelijk. Je zou het proberen. Even een eerste indruk. Astrid, wat vind je van ons Jaap? Eerste indruk. Ja, leuk. Hij heeft een leuke bol. Hij is vlot en Tot nu toe ik als... Ik ben hem al leren kennen, ja. Jij zou hem al willen leren kennen. Is hij te jong voor je? Jaap is 21. Ik ben 24. Sorry, 24. Je ziet er zo jong uit. Nee. Dankjewel. Zeker niet te jong. Niet te jong? Nee. Frederik, het klikt ook wel bij jou. Ja, nou, hij is goedgekeurd. Oké, goed. Jaap, we hebben niet zoveel tijd meer. Nee. Als je zou moeten kiezen, wie zou er afvallen? Eentje moet helaas vertrekken. Weet je wie al af zou vallen? Het is heel snel gaan, dat weet ik maar. Astrid. Ja. Waarom? Ja, dus, ik ken haar natuurlijk absoluut niet. Dus nee. Op innerlijk kan je er niet afkeuren natuurlijk. Mm. Maar het moet bij je passen. Oké. Astrid? Eerste opzicht. Ja, jammer. Ja, helaas. Mag ik onderbreken nu? Zullen we stoppen? Ja. Of wil je nog graag door? Gaat het lekker? Ik vind... Nee, wacht, weet je het is? Ja. Ik weet genoeg eigenlijk, maar... Ik zit met een probleem. Ik merk aan mezelf dat ik iemand te weinig aandacht aan het geven ben. Je bent mensen aan het wegsturen. Ja. Ik heb er maar een vorm ingegoten om maar tot een, hoe zou ik zeggen, een vorm te komen dat ik iedereen genoeg aandacht kan geven. Ja, maar dat vind ik niet goed. Want dat is niet eerlijk, want dan worden de... ik vind sowieso dat je ten alle tijde, afgezien van dus wat je van wie wil weten, dat je op dit moment ten alle tijden hun kant moet blijven kiezen. En het kan niet zo zijn, denk ik, dat het ene moment dat zij jou vertelt dat ze het leuk vindt om een keer met Jaap uit te gaan. En dat je dan het volgende moment het zo forceert dat Jaap zegt dat zij maar alvast kan vertrekken. Als je gaat roepen dat we uit de tijd zijn. Zo, we moeten even opschieten, want de tijd loopt al uit. Dat is niet waar. Mag ik me er even mee bemoeien? Die meisjes die hier zitten en Jaap die hier zit, het gaat er toch om dat er iets leuks ontstaat. Het is A, een grapje, maar aan de andere kant is het ook serieus. Nee, maar ik... Ja. Want nu wordt het een pijnlijke affaire, terwijl het een leuk spelletje had moeten zijn. Nou, ik heb sowieso nu eigenlijk de neiging dat wij hier niet naar huis gaan voordat jij met een leuke vriend de deur uitgaat. Ja. Dat wordt nu het thema vanavond. Ze wordt op de televisie weggestuurd als een niet of een minder leuke vrouw. Nee, wacht even. Zo bedoelde ik het echt. Nee, maar dat doe je wel. Dat weten we wel, maar het gebeurt wel. Paniek, want ik weet dus niet hoe maak ik hier een mooi einde van. Precies. En waarom is het paniek? Nee, maar waar komt die paniek dan vandaan? Nou, omdat ik nogmaals, ik wilde een. Omdat je denkt, ik moet het vol kletsen. Ook, want dat was het. Ik dacht van, ze komen er misschien niet uit. Er vallen te veel stiltes zometeen. Dus eigenlijk ben je op dit moment alleen maar bezig met dat soort dingen in plaats van inderdaad met hun. Erger nog, hij wil helemaal niet zeggen dat zij weg moet. Hij moet nu kiezen. Hij zit er ook bij te zweten. Hij dacht ook, ja. Hij dacht, ja, ik ga leuk. Dank je, John. Sorry. Ja, ik begrijp het. Dus eigenlijk, door jouw paniek. Ja. Dwing je die mensen in een situatie. Dus eigenlijk wil niemand wat hij wil op dit moment. En ik denk de kijker in de laatste plaats. Want ik...
Ja. Zal ik er een mooi einde aan maken nu? Nou, Sonja. Ja. Nee, dan, dan rond het maar even af. Oké? Dat is goed. Goed. Dames. Oh-oh. We hebben lekker bij elkaar gesproken. Het was enorm gezellig. En we weten nog niet wie met wie uiteindelijk naar huis gaat. Maar ik geef jullie lekker de kans om nog lekker in de singlebar met elkaar te praten. En aan het eind van het programma komen we nog even bij jullie terug. Ik ben benieuwd hoe dat zometeen afgelopen is. Dankjewel voor het kijken. Tot zover. En snel weer verder. Sorry. Paniek. Dat begrijp ik wel. Ik begrijp wel dat, dat het door paniek komt. Kijk, als je eenmaal klaar bent, dan denk je, ja, domme. Wat je allemaal zegt, dat is gewoon waar. Maar ik dat, weet dat... dat blijft ook het stomme van presenteren. Het is ongelooflijk confronterend. En dat weten wij ook als geen ander, denk ik. Of althans, ik in ieder geval... ik denk dat voor iedereen te spreken. En toch valt me... we nemen je drie keer in de tang. Wat natuurlijk hartstikke moeilijk is. Want we proberen er maar doorheen te sleuren. En toch presteren het net om af te sluiten met... bedankt voor het kijken en tot ziens. En denk ik van, nee. Nee, wacht even. Want ik vind, dat vind ik namelijk eigenlijk... heel erg als een presentator dat doet wat jij nu zegt. Dat deed je net. Nee, maar dat is dan... Nee, daar, ja, wacht even. Wacht nee, maar dat deed je net. Want ik wil het echt zo dicht mogelijk bij mezelf houden. Ja. Want ik weet dat ik daar een fout in ben gaan en dan wil ik het maar goed dat maken. Is dus, ik bedoel, dat is waar iedereen altijd doorheen moet. Dat je dus op de een of andere manier karaktertrekken van jezelf... Mm-hmm. Hè, hoe je zelf overkomt, dat kan... hoe je zelf het voelt, kan anders overkomen